even een koffiestop in een authentiek wegrestaurantje. Ja, dat heeft hij nog wel. Kan het wonen. Ook gandre. Ik heb geen idee wat het is. Ik ga het even boeren. Voor mij ziet het op de plemmen. Ze willen het persoonlijk komen bezorgen. Gebouwtje om activiteiten te organiseren. Boekenruimte. Actierit. Oh, niet ook alle spulletjes dan die ze verkopen? Receptie. Nee, die staan bij de receptie. Dat staat hier dan. Nee. Wasmachine is over daar. Nou, dit is het gedeelte met stroom. Hier kan je met elektra staan. En wij staan op het veld zonder elektra. Het was even spannend waar we terecht zouden komen. Alleen plekjes zonder stroom. En dat betekent dus dat we aan deze kant staan. Heel leuk. Denk om de kleine aanplant. Maar dat valt niet mee om daar echt tussen te parkeren. Want overal staat wel een takje, een struikje, een plukje. En die kant op zou je vlak bij de zee zijn. De hele rit was eigenlijk vrij veel bewolking, maar hier hebben we toch de zon. En als die nou voorlopig maar blijft, dan houden we het ook wel een week uit zonder stroom. En anders moeten we eerder vertrekken. En het spannende is, die houten huisjes zijn de sanitair gebouwtjes. Dus ik ben benieuwd. Een houten hokje klinkt misschien negatief, maar het ziet er keurig uit. Schoon, netjes. Wastafeltje, zeep en toiletpapier. Ook hier. Nou, het heeft wel wat. En zo zijn de douches ook. Beetje sauna idee. Het is best apart. Het water was niet echt warm. Hola. Nou, de zee is wel heel dichtbij. Zeg je? Hier kan je naar beneden. Ja, dat is natuurlijk de uitlaatplek voor honden. Ja, ik zie het. Hij komt eraan. Ja, dan zou je ervoor om, maar dit zit ook helemaal in het steen. Ja, raar eigenlijk. De gedeeltes van die schelpen, maar...
Mag ik hem nog bewaren of zou ik hem weggooien? Nee, je hebt de neiging om hem om het zand eruit te spoelen of zo, maar dat kan niet, want dat is steen. Kijk maar, maar straks moet je weer een poot of zo blijven. Nou ja. Hele aparte schelpen. Ja, dat denk ik wel, ja. Dit hoort bij de camping, camperplaats. Nou, hier kan je lekker gaan zitten. Genieten van de zonsondergang. En het uitzicht. Mooi hoor. Het is nog iets te vroeg voor de zonsondergang. Ja. Hier zijn ook nog hele grote plaatsen. De fiets popt op een voormalig treintraject tussen de steden San Lucar en Scipiona. We gaan vandaag de kant van Scipiona op. Ook hier de nodige landbouw. Deels in plastic kassen. We gaan kijken wat het verder brengt. Eucalyptusbomen weer. Deze zijn weer een beetje groter al. Nog meer bloemkwekerij.
niet zien welke bloemen het zijn. De knoppen beginnen al uit te lopen. Maar het ziet er wel mooi uit met die bomen zo. Het is ineens een hele andere omgeving. Area Recreativa. Dat is wel heel mooi aangelegd. Ja, echt een mooi bos. Het is ook zo lekker opgefrist naar die bui van gisteren. Ja. Dat een filmpje aan stond, maar... Oh, dat is... Oh, Harry, dat zou jammer zijn. Je beersleutel hier verliezen. Dat is een beetje goede waarschuwing. Nou, het is een heel apart bezok. Bezok. Bos. Die aanplanting. En die gele bloemen ertussen zijn ook zo leuk. Ja, kijk, hier komt ook iets in de bloei. Of is al geweest? Nee, is al geweest. Jammer. Maar ik denk dat daar staat er nog eentje. Een witte. Heel verrassend zo, naar al die plastic kassen. Ja. Dit had ik niet verwacht zo. Het lijkt wel voorjaar. Kijk hoe mooi dan die beetje blauwe bomen achterin. Ja, oh, die eucalyptussen weer. Ja.
Ja. Ik zou in de foto niet heel mooi uitkomen, denk ik. Het is te proberen. Lelies. Wat gaan we doen? Gaan we hier drinken of gaan we terug thuis drinken? En de drie kamelen van de drie koningen. Maar ze hebben ze achtergelaten. Sinaasappelbomen. Maar ik denk dat het siesta is. De winkels zijn dicht. En dit is het marktgebouw. Mercado Municipal. C uit 57. Ja. Ziet er wel leuk uit. Nou, eens kijken of we daar van de week nog een keer toe komen. Ja, ziet er toch leuk uit. Van de huizen. Dit is wel een bijzonder pandje. En daar gaan we naar de vuurtoren. Wow, kijk dan. Moet niet te dicht bij de muur, want het komt er zo overheen. Ja, niet te dichtbij komen. Wow, daar komt ie hoor. Wow! Wow! Lijkt wel boos. Mooi met restaurantjes, mooie terrassen.
kind toe. Ik zag daar links in mijn ooghoek ook nog ja, een mooi gebouwtje. Die gele kleur zie je wel of wat terug hier, hè?